Wij moesten voor Frans het boek lezen, Le Fantôme de l'Opéra. Het is geschreven door Gaston Leroux. Het boek gaat over een geest, Erik. En hij wordt door alle mensen gezien in het opera als een geest. Omdat hij eigenlijk af en toe ineens binnenkomt en af en toe weer weggaat. Hij woont eigenlijk onder het theater. En daarom denken mensen dat het een geest is. Hij heeft wel één meisje die hem echt kent als man. En dat is Christine. En die houdt al van hem omdat ze hem van jongs af aan kent. En op het einde moet Christine een moeilijke keuze maken. En dat is een heel spannend gedeelte. Want je wil natuurlijk weten wat ze gaat kiezen. Ja. En we moesten dit boek lezen. Dus in het begin had ik niet zoveel zin in om het te lezen. Maar als je dan toch aan het lezen bent, dan ga je toch met het verhaal mee. En je leeft je helemaal in de hoofdpersoon. En vooral met die moeilijke keuze ook. Dan wil je ook echt weten wat ze kiest. En dan ga je zelf bijna je hoofd ook kiezen. Dus dat is wel heel leuk. Ja, en de taal. Het is natuurlijk in het Frans. Het was niet heel moeilijk te lezen. En als je een woord niet snapt, dan lees je er gewoon overheen. Omdat je gewoon in het verhaal zit. Ja, dus het was echt leuk om te lezen. Ja.